proefde. Hij wist niet waar hij vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Riep hij de bruidegom en zei tegen hem: iedereen die zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste teken, zijn eerste wonder dus. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Nou, in die tijd in Israël, ze houden wel van een feestje en zeker de bruiloften in die tijd, die zijn werkelijk next level. Je moet je voorstellen, hoe ging het dan? De bruidegom, die ging met zijn maten, die ging naar het huis van de bruid. In een hele mooie fakkeloptocht. Is dat romantisch of niet? Ja toch? Naar het huis van de bruid, ze halen die bruid op. Er is een religieuze ceremoniemeester, ze trouwen met elkaar, het huwelijk wordt gesloten. En na dat sluiting van het huwelijk, dan is er niet één nachtfeest. Er is niet twee dagen feest. Er is 7 dagen party. Is dat vet of is dat vet? Super gaaf, 7 dagen feest. En Jezus met zijn matties, die is dus uitgenodigd op die bruiloft, staat er. En hij is daar op de 3e dag. En op de 3e dag schrijft Johannes de evangelist. Dreigt werkelijk alles awkward te worden op die bruiloft. En waarom? De wijn is bijna op. Nou, je begrijpt, toen ik deze tekst las, ik ging terug naar mijn eigen bruiloft. Op 3 februari 2005 zijn we getrouwd. Ja, zo oud ben ik dus al. Maar wel jong getrouwd. We waren 20 jaar, van een 4 jaar verkering, dan weet je het wel een keer. 20ste getrouwd. En nou, we hadden gewoon goed gespaard, goed vakantiewerken een aantal jaren gedaan, want we hadden toch al 4 jaar verkering, dus we konden sparen. En nou, je investeert in de dingen die je belangrijk vindt. Dus maar je ook een prachtige jurk, ik een mooi pak. Maar je ook heel graag goede foto's, je zegt van de foto's, dus daar had ik geïnvesteerd. Maar voor de rest hadden we bepaalde dingen, hadden we heel low profile gedaan. En dus ik kende nog een directeur van de Volvo dealer, dus nou, daar konden we auto, konden we gewoon lenen. Hele eenvoudige zaal hadden we geregeld waar, voor de dienst. En onze huwelijksvakantie, onze huwelijksreis, dat was niet echt tot de verbeelding sprekend. We gingen een weekje in een huisje naar Gramsbergen. En dan moesten we ook weer met de trein terug naar Rotterdam. Dat was niet echt next level, zeg maar. Maar waarom deden we dat op die manier? Wij wilden het meeste geld dat we hadden, die wilden we investeren voor de gasten. He, dus we hadden wel een hele mooie zaal voor het feest ook afgehuurd. De beste hapjes, lekkere drankjes. En niet dat er op een gegeven moment genoeg was. He, onbeperkt, ongelimiteerd doorschenken. Want we wilden onze gasten, die wilden we de mooiste experience zo meegeven. Een stukje gastvrijheid betonen. Nou, als dat dan geldt voor ons als kaaskoppen, zoiets. Dan telt dat al helemaal in die Midden-Oosten cultuur hier in de Bijbel op die bruiloft. En wat vet chill is in die tijd, de familie van de bruid en de bruidegom, die betalen een heel groot deel mee van de bruiloft. Even een tip tussendoor, als er hier nog jonge stelletjes zijn, zeg tegen pa en mij, wij willen bijbels trouwen. Laat ze schuiven die gasten. Heel mooi. Hallo. Mooi dat ze dat deden. En blijkbaar is deze familie is niet zo heel erg rijk, het stelletje ook niet. En ze hebben eigenlijk op hoop van zegen de wijn ingekocht. En dat ze denken, nou, hopen we een schietgebedje doen dat het goed gaat. Maar het gaat valikant mis. En niet eens op de 6e of de 7e dag, maar op de 3e dag. De wijn is bijna op. Over trouwstress gesproken. Trouwstress in optima forma. Er is een enorme paniek. En ze kijken vooruit. Dit is een ongekende schaamte in een cultuur van eer in het Midden-Oosten. We staan hartstikke voor gek. We gaan hartstikke door de pomp als het ware. Dit is een enorme ramp als we geen wijn meer kunnen schenken op het feest. En dat is een moment dat de moeder van Jezus, Maria, zij komt in actie. Zij behoort blijkbaar tot de kring van de intimi. Misschien dat de moeder van de bruid, dat ze die kende, wie zal het zeggen. En dat de moeder van de bruid fluistert in het oor van Maria, terwijl iedereen aan DJ is en polonaise aan het lopen is op die bruiloft. En ze fluistert, Maria, de wijn is bijna op. En het is zeker in zo'n cultuur van eer, maar wij zouden er allemaal niet op zitten te wachten dat op je bruiloft geen drinken meer is. En dat is een heel kwetsbaar moment dat dit wordt toevertrouwd aan Maria.
En Maria die gaat met al haar kwetsbaarheid gaat ze toe naar haar zoon Jezus, die ze al 30 jaar kent. En ze kent hem als een kundig man, als een wijs man. En ze deelt hele precaire informatie onder embargo. Jezus, niet verder vertellen. Maar de wijn is bijna op. Wat moeten we? Heel kwetsbaar. En Jezus reageert als een hork. Lijkt het. Ik weet niet hoe jij dat beleeft. Maar als hij zegt, vrouw, wat wilt u van me? Praat je zo tegen je moeder? Nee toch? Heel eigenaardig. Vrouw, wat wilt u van me? Mijn tijd is nog niet gekomen, zegt hij. Enorm raadselachtig. We aanbidden Jezus als de meest liefdevolle man die er ooit is geweest. Dan is dit een aparte reactie. En ik denk dat jij, Jezus, wat wilt u hier nou mee met deze reactie? En Johannes, dan schrijft hij zo'n mooi evangelie over Jezus. Waarom zet je ook Jezus op die manier nou zo neer? Wat is het doel hiervan? Heel eigenaardig. Dus tot nu toe hebben we 3 ingrediënten. We hebben een bruiloft die op de 3e dag in de soep loopt. Eens? Ja toch? We hebben Jezus die bot reageert ten tweede. En ten derde hebben we de informatie. Hij draagt daar een bepaald argument voor aan. Dat mijn tijd nog niet is gekomen. Whatever it means. En dan vind ik het van bijzonder van Maria. Jezus zegt dus eigenlijk nee. Maar Maria ze pusht verder. Jezus zegt, nee, maar ze gaat het toch wel regelen als echte mater familias. En zegt tegen de bediende, als Jezus jullie wat zegt, je moet het gewoon doen wat hij jullie opdraagt. Jezus, parkeer even dat mijn tijd is nog niet gekomen graag. And whatever it means. Want Jezus zegt ze, dit moet nu. En er is nu zo'n blamage aanstaande. Dit moet nu. Come on, Jezus. En terwijl Jezus er niet van plan leek, Jezus gaat bewegen. Jezus die komt in actie. Jezus staat op het bruiloftsfeest in Cana. En als je dacht dat de situatie daar awkward was, dat is hij, dan is het idee van Jezus al helemaal super maf. Want er staan 6 van deze bakken. Er staan 6 reinigingsvaten van 2 à 3 metretten. Jullie weten allemaal wat 2 à 3 metretten is, hè? Ik moest ook even op zoek hoor. 80 tot 120 liter. Dus 6 hele grote vaten. En die stonden daar om gevuld te worden voor de reinigingswetten. En dus je moest je handen, je gezicht moest je reinigen om daar rein te verschijnen op die bruiloft. En Jezus zegt, pak die 6 grote vaten en vul ze tot aan de rand. Nou, hier is al heel veel energie in gestopt, in zo'n bak. In die tijd hadden ze niet de brandslang die ze er even in konden doen, of een kraan op die manier zoals wij die kennen. Dus dat zal best de hele tijd geduurd hebben voordat ze 6 van die mega grote tonnen hebben gevuld met water. Maar het is het idee van Jezus. En Jezus zegt, nou schep dan van dat water eruit en breng dat dan naar de ceremoniemeester. Nou, lumineus idee, of niet? Vaagheid. Ontzettend apart. Besef, Johannes die zegt niet voor niks, niemand had ooit nog een wonder van Jezus zien doen. En dus niemand dacht van, oh, dat zal wel even een wonder gefixt worden. Niemand had ooit gezien dat Jezus een wonder had gedaan in hun leven. Dus knotsgek. En Maria, die al toch iets bijzonders ziet in Jezus, ze heeft het niet meer van de spanning. En ik moet me zo voorstellen, kun jij je ook voorstellen, dat die slok van de ceremoniemeester, die moet hebben gevoeld als uren, of niet? Hele toestand. Schijnwerpers, de blik van Maria die gaat naar de ceremoniemeester. En de slok van de ceremoniemeester die voelt als uren. Paniek in het leven, paniek op het feest. En ik moest zo denken, zo kan er ook in ons leven kan er ook paniek toeslaan. Hè? Vroeg of laat gebeurt dat bij ons allemaal. Ik denk dat we allemaal ervaring hebben in ons eigen leven, dat je soms merkt dat er iets heel moois was in je leven, wijn, hè? Iets goeds, iets zoets, iets vreugdevols, en het wijn in jouw leven, dat gaat verwateren. Heel vaak gaat het andersom in ons leven, namelijk dat onze wijn verandert in water. Bijvoorbeeld met je gezondheid. Er zijn meerdere mensen die hier worstelen met hun gezondheid. En je merkt, mijn gezondheid was als wijn, het was puur, het was goed, maar mijn wijn, het is verwaterd. Het is een soort anti-wonder geworden. Het is een soort anti-climax geworden in mijn leven. Of misschien in je studie op school of je carrière, dat je zo lekker ging met hoge cijfers, met goede prestaties, lekkere bonussen erbij op je kerk, op je werk, in de kerk niet. Ja. Freudiaanse verspreking misschien.
Hey, maar je gaat super lekker in je werk, in je carrière. En je merkt op een gegeven moment, het verwatert, het gaat niet lekker. Of je leest over zo'n bruiloft en dat heeft bij jou helemaal niet warme gevoelens die het oproept. En misschien zit je hier en je zegt, maar ik verlang al zo lang dat ik ook een partner zou krijgen. Joh, wat zou ik graag met een toffe meid, een toffe gast willen trouwen. Of je zit in een huwelijk en het gaat helemaal niet lekker. Op dat moment, je bent een huwelijk ingewikkeld, niet een feest. Of je had een geliefde en je ervaarde die periodes van wijn. En misschien dronk je letterlijk een wijntje, zo op een goede zomeravond. Maar er is verlies gekomen in je leven. En je bent je partner, op wat voor manier ben je verloren. Vaak verwatert de wijn in ons leven. En vaak verandert die wijn naar water. En dan is er zo'n gezegde wat je misschien wel herkent. Dat heet, in nood leert men bidden. Ken je die? Dan is er zo'n paniek op wat voor gebied in je leven. En dan kan er zo'n moment uit zijn dat je zegt, maar ik schreeuw het uit naar het hogere. Of ik roep het uit op dit moment specifiek naar Jezus. En je denkt van, nou, ik ben zo benieuwd wat er gaat gebeuren. En zoals ik deze tekst aan het leven en ik was in mijn gedachten, in mijn hart aan het gaan. En toen moest ik denken aan 3 jaar geleden dat ik ook zo'n moment had. Ik was enorm teleurgesteld in de kerk. Ik was echt valikant klaar met die politieke spelletjes en met de machtsdingen en dingen die unfair gingen. Zo, mijn missie van mijn leven om Jezus te delen was het toen en is het nu nog steeds. En daar wil ik voor leven. En tegelijkertijd dacht ik, ja, maar ik wil dit niet meer. En ik kan het niet meer, ik zie het niet meer. En nou, dan dacht ik over anticlimax en anti-wonderen gesproken. En ik dacht van, Jezus, ik zie het gewoon niet. Ik ben echt gewoon klaar mee. Dus op een gegeven moment ben ik naar Mozaïek gegaan. En wat bijzonder is, we zitten nu in een hele volle dienst. We mogen 4 mensen dopen, vette band. Maar geloof het of niet, we houden pas 2 jaar dienst hier met elkaar. Dat is toch bijzonder. En we zitten hier met z'n allen. Woe! Ja! Maar 3 jaar geleden zag ik dat helemaal niet. En ik ging met Mozaïek wat vragen, wat kennis maken. We kennen elkaar niet goed. Team om me heen verzameld, gebeden, wilt u mensen op mijn pad brengen? En toen kwamen er uiteindelijk 10 verschillende mensen, allemaal uit verschillende kerken. En ook uit hele verschillende culturen. Dus we waren met 5 Nederlanders, waaronder 1 Fries, Ari. Inclusief kerk zijn, ook Friesen zijn welkom. 2 Surinaamse mensen. 1 iemand die Frans-Guyana komt. Een Amerikaanse. En 1 iemand in het team, ik wist niet eens dat die bestond, die was half Deens, half Pakistaans. Super bijzonder. En met die 10 mensen vormden we een team. En met al die teleurstelling die ik had en de andere mensen hadden ook vragen. En met een combinatie van geloof en paniek. En toen was er ook nog eens de coronatijd. En we plannen een kerstevent. Gaat niet door. En we wilden eerder met diensten beginnen. Gaat niet door. En het waren van die momenten dat ik naar Jezus ging. Dat ik dacht, maar Jezus, hoe dan? En dan herken ik zelf in mijn eigen leven. Ik kwam eigenlijk met een mengeling van pijn en paniek. En geloof en verlangen. Ken je dat uit je leven? Dat je soms met het geloof, maar ook met de pijn, alles door elkaar, dat je het uitroept. En ik riep, Jezus, niet wanneer uw tijd gekomen is, maar we hebben nu 10 mensen, we moeten door. Dit moet nu, Jezus. En die momenten, we hebben allemaal passies als we hier zitten in deze zaal. Allemaal, misschien noem je het een roeping op een andere manier, maar een bepaald verlangen. En dat je zeg maar soms met een mengeling van passie, met een mengeling van pijn en van zoeken, dat je het uitschreeuwt naar Jezus, maar Jezus, alstublieft, dit moet nu. Net zoals Maria het uitroept. En stort je, net zoals Maria, helemaal op Jezus. En je wilde voorgaan met die mengeling van passie en van pijn. En wat duurt die slok van de ceremoniemeester ook in jouw leven dan eindeloos? Of niet? Man, ik heb zo'n hekel aan het gewacht op God. Zo ingewikkeld. En je stort je er vol in en het duurt gewoon ontzettend lang. En je schreeuwt het uit, maar Jezus, gaat u dan ook een wonder doen in mijn leven? Misschien heb jij, net zoals Maria op dat moment, nog nooit een wonder van Jezus gezien in je leven. Het is spannend, wat gaat er gebeuren? En je schreeuwt het uit, Jezus, mijn wijn is hartstikke op. En wanneer is uw tijd dan gekomen? Wanneer is dan dat moment dat u op gaat staan in mijn leven? En de tijd
gaat verder en verder en verder. Hele spanning op het bruiloftsfeest. En de bedienden die scheppen wat water uit het vat. En ze brengen naar de ceremoniemeester. En de substantie die de ceremoniemeester proeft, die is zo uitzonderlijk heerlijk. Dat er meteen die bruidegom erbij roept en al publiek uitroept. Gast, wat doe jij? Je hebt de allerbeste wijn voor het laatst bewaard. Het is de meest lekkere wijn die ik ooit heb gedronken. Wat een ontknoping. De allerbeste wijn is bewaard voor het laatst. En Johannes die schrijft heel koeltjes. Nou, dat is het eerste wonder van Jezus. Er kwamen er nog heel veel. En mensen, het eerste wonder van Jezus is meteen ook de kern van Pasen. Je dacht, waar is Pasen gebleven? Nou, hier heb je Pasen. In dit wonder, als je dit goed bekijkt, daar zit de hele pracht van Pasen verscholen. Nou, hoe dan? Je ziet dat de pracht van Pasen schitterend zichtbaar is door het eerste wonder. Hier zegt Jezus namelijk in ons verhaal, mijn tijd is nog niet gekomen. Maar vlak voor zijn kruising, waar we afgelopen vrijdag bij stil hebben gestaan, dan zegt Jezus, ja, maar nu is het de tijd. Hij is 33 jaar oud, 3 jaar later, maar nu is mijn tijd, is wel gekomen. En hier in dit verhaal staat het reinigingswater voor wat jij moet doen om jou te reinigen. Je moet jezelf reinigen, je moet jezelf uitstrekken, je moet jezelf wassen. En Jezus laat zien met Pasen, maar ik ben gekomen om jou te reinigen. En ik zet een stap naar jou toe. En ik verander jouw water naar wijn. De wijn, de druifsap die we hebben gedronken afgelopen vrijdag hier in de dienst. Hier in het bruiloftsfeest, dan maakt Jezus van water wijn. En je ziet dat als Jezus sterft aan het kruis, dan gaat het eigenlijk andersom. Jezus die hangt daar aan het kruis, Goede Vrijdag. En ze willen hem wijn te drinken geven, wat hij in eerste instantie weigert. En Jezus sterft. En ze willen dat checken en ze doen een lans in zijn zij, staat er in het Johannes Evangelie. En uit zijn zij, daar stroomt bloed en er stroomt water. Water. En daarin laat Jezus zien, mijn wijn is voor jou water geworden. Zodat ik jouw water zou veranderen in wijn. Is dat niet mooi? Mm-hmm. Dat is Pasen. Mijn wijn is water geworden om jouw water te transformeren in wijn. Nog een parallel, het is op de derde dag, hè, dan gaat er een belletje rinkelen op het bruiloftsfeest. En pas na de derde dag, dan barst het feest echt los. En wij vieren vandaag dat op de derde dag Jezus is opgestaan uit het graf. En dat de dode is getransformeerd tot een levende. En dat is de Jezus die we aanbidden. Dat is de pracht van Pasen. Dus dat eerste wonder van Jezus gaat veel verder en veel dieper dan een spaarblauw die hij verandert in een melootje. Heel lekker. Maar je ziet hierin de diepste kern van de bediening van Jezus. Ik geef mijn leven aan jou, aan jullie allemaal. Of je mij nog goed kent of helemaal niet kent. Omdat ik zo graag dat die verwatering in jouw leven wil tackelen. En jouw water wil veranderen in wijn. Amen. En wacht eens ingewikkeld, maar Jezus die doet dat op zijn hemelse timing. Precies op het juiste moment staat Jezus op. En dan laat hij ook zien op dat bruiloftsfeest. En eerst is hij gewoon een gast. Hij is undercover, zou je kunnen zeggen. Ook tijdens die 3 jaar, als hij al die wonderen doet, dan zegt hij vaak tegen de mensen van, even mondje dicht nog. Mijn tijd is nog niet gekomen. Ik wil niet veel reuring en te veel reuring hier aan geven. Hij zegt, mijn tijd is nog niet gekomen. En als hij 33 jaar oud is, dan aan het kruis is, dan lijkt zijn tijd helemaal niet gekomen. Alles lijkt uitzichtloos, alles lijkt verloren, alles lijkt volslagen, hopeloos. Maar precies op het juiste moment, op zijn timing, staat Jezus op. En eigenlijk is dat het patroon in Jezus zijn leven. Dat hij op het bruiloftsfeest, hij wordt van de gast, groeit hij uit tijdens dat bruiloftsfeest tot de gastheer. Jezus in zijn bediening, hij gaat van undercover naar volledige openbaarheid. Jezus wordt van de gedode de levende. En dat is eigenlijk precies wat de dopelingen, Ron en Margot en Ramon en Janneke vandaag in dat doopbad laten zien. Ze laten eigenlijk zien door ze te laten dopen, Jezus is van gast in mijn leven, is hij de gastheer geworden.
Dat laat ze zien met de doop. We zeggen ook zo dadelijk, ze zijn begraven in zijn dood. En ze zijn opgestaan om een heel nieuw leven met Jezus te leiden. En daarmee laat ze zien, Jezus verandert mijn water in wijn. Johannes die eindigt zijn evangelie als volgt. En hij zegt, dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste teken. Hij toonde zo zijn grootheid. En de reactie die was als volgt, zijn leerlingen geloofden in hem. En dat is niet alleen de uitnodiging aan Ron en Margot en aan Ramon en Janneke. Maar de uitnodiging om te geloven in hem, die is aan ons allemaal. En wat is dan die uitnodiging? Jezus die zegt vanmorgen door dit verhaal tegen jou heen. Als je wilt, dan mag je vandaag je watervat mag je aanbieden aan mij. En als jij me zo vertrouwt, vul dat dan tot de uiterste rand. Ga er vol in, vertrouw je hele leven aan mij toe. Dat is de uitnodiging die er ligt, omdat hij zegt, ik wil jouw water veranderen naar de allerbeste wijn die je ooit maar zult proeven in je leven. Het is de uitnodiging voor een leven nu hier op aarde en de uitnodiging ook om de hele eeuwigheid een leven na dit leven met Jezus door te brengen. En tot slot wil ik daar een apart verhaal over vertellen om daarmee af te ronden. Zijn er in van nog één apart verhaal? Ik hoor daar een ja, daar gaan we al. Ja. Dit is een echt gebeurd verhaal. Er was een vrouw die leed aan kanker. En zij ging naar haar huisarts. En haar huisarts die constateerde, je hebt zo'n 3 maanden heb je nog te leven. En ik weet dat je christen bent, dus het lijkt me raadzaam om jouw dominee om die in te schakelen, om de dienst voor te bereiden, om afscheid te nemen van het leven. En zo ging deze vrouw, die leed aan kanker, ze ging naar haar dominee en ze lachte met elkaar om haar leven. Ze huilde met elkaar om haar leven. En ze mocht haar favoriete liederen mocht ze aandragen die gezongen zouden worden tijdens de dienst. De dominee die vroeg, welk bijbelgedeelte zal ik uitpreken? Wat vind je een mooi inspirerend gedeelte? En ze hadden een hele goede tijd met elkaar. Ze ging in gebed, de dominee die staat op en hij gaat weg naar zijn volgende afspraak. En hij staat daar bij de deur en die zegt, maar dominee, er is nog iets, er is iets belangrijks. En nu krijgt het verhaal een hele aparte wending. Ze zei, dominee, nog iets belangrijks. Ik wil worden begraven met in mijn rechterhand een vork. Dat is apart, toch of niet? Doe je dat ook? Ik wil worden begraven met in mijn rechterhand een vork. En de dominee zei, nou daar moet je me iets meer over vertellen. En ze zei, ik heb altijd zo genoten bij onze kerk, die kerk had Mozing 020 kunnen zijn, van al die maaltijden en van dat eten met elkaar. Vond ik zo fantastisch. En ze zei, die mooiste maaltijden vond ik deze, daar hoopte ik altijd op, dat de mensen van de catering zouden zeggen, bewaar je vork nog maar even na de hoofdmaaltijd. Want dan wisten ze, dan krijg je niet zo zuinig bakkie vla of yoghurt, maar dan hebben we vast voedsel, dan hebben we iets stevigs, dan hebben we taart of zo. Ze vond het zo fijn dat hij bewaar je vork, daar kon ze nog lekker iets stevigs eten. En ze zei, dominee, ik wil dat de mensen mij in de kist zien liggen met die vork in mijn rechterhand. En dat iedereen in de zaal op mijn begrafenis zich afvraagt, ja, wat heeft die vork in haar hand te betekenen? En dan wil ik dat u tegen ze zegt, dominee, dat ze allemaal die vork bij de hand moeten houden in hun leven. Waarom? Omdat het beste nog moet komen. Amen. Het beste moet nog komen. De vrouw, zij sterft. Ze zingen haar liederen, haar favoriete gedeelte wordt bepreekt. Er zijn mooie, indrukwekkende woordjes. En tegelijkertijd denkt iedereen, waarom ligt die vrouw met een vork in haar hand in haar kist? Apart. En de dominee die staat op aan het eind van de dienst. En hij zegt, deze vrouw, jullie moeder, jullie vriendin, die ligt hier met een vork en hij vertelt het verhaal dat ik net vertelde. Zodat iedereen weet dat deze dag voor haar en voor iedereen die zijn of haar leven toevertrouwt aan Jezus. Dat dit voor haar echt geen dag is van verslagenheid. Dit is voor haar echt geen dag van hopeloosheid. Maar deze vrouw gelooft dat het feest nu pas echt begint. Dat het beste nog moet komen en dat ze daar nu is. Ik wil je aanmoedigen om daaraan te denken als je met een vork vanmiddag lekker gaat eten.
En denkt, maar als je die vork in je rechterhand houdt, eigenlijk moet je weer je linker houden als je het officieel doet, met een maaltijd. Dat je de vork pakt en dan denkt, maar dit is de pracht van Pasen. Het allerbeste moet nog komen. Amen. Laten we bidden met elkaar. Heer Jezus, ik wil u bedanken dat we hier bij elkaar zijn zoals Serge ook heeft gezegd. En we geloven dat hij dat vanuit uw hart heeft gezegd. Dat we allemaal welkom zijn zoals we zijn. Heer, misschien dat we voor de allereerste keer een Bijbelverhaal hebben gehoord in ons leven. Misschien voor de eerste keer dit verhaal. Misschien is er iets nieuws uitgelicht uit het verhaal dat we al wel kenden. Maar ik wil u bedanken dat u door uw Bijbel en door uw Heilige Geest die hier is op dit moment, dat u spreekt tot ons allemaal. En Heer Jezus, u heeft op Goede Vrijdag heeft u al die narigheid, die anti-wonderen, die anticlimaxen, die pijn van ons allemaal gedragen aan het kruis, ook onze zonden. Heer, u heeft al die narigheid op u genomen. Om uiteindelijk datgene wat verwaterd is geworden in ons leven. Ook die dingen misschien waar we in zijn afgedwaald. Die dingen die kapotgeslagen zijn in ons leven. Om die uiteindelijk heel te maken. En om uw wonder van Pasen te doen in ons leven. Heer Jezus, we danken dat u hier bent met uw Heilige Geest. En dat u tegen ons persoonlijk zegt. En ik wil u bidden dat u dat levend wil maken in onze harten. Dat u een wonder wilt doen vanmorgen in ons leven. Heer, uw tijd is gekomen. Heer, uw tijd is vandaag op Pasen 2024 gekomen hier in Mozaïek 020. Omdat u de opgestaande levende Heer bent die uw werk van herstel wil doen in het hart van iedereen die hier zit. Het is zo bijzonder, Heer, dat we daarom ook mogen, ja, uw uitnodiging mogen aannemen om vanuit uw opstandingskracht vanaf nu af aan door het leven te gaan. Heer, u schenkt de allerbeste bij. En u nodigt die uit om die te proeven in ons leven. En Heer, hoe mooi is het dat we daar zoveel van mogen proeven en mogen ervaren. Dat u royaal wilt schenken in het aardse leven. En dat we tegelijkertijd mogen zeggen, maar het allerbeste, de beste wijn moet nog komen. En als ik Jezus navolg in zijn dood en met hem ben opgestaan, mag ik voor eeuwig rusten in zijn armen. Dank u wel daarvoor. Voor die pracht van Pasen. In Jezus' naam. Amen.